Managementbureau K vertegenwoordigt Marilyn Manson niet langer. Het bedrijf wil de zanger niet langer als cliënt nu hij wordt beschuldigd van onder meer seksueel misbruik. Bevestigt K aan Variety. Tekst gaat verder onder advertentie. Eerder besloot ook platenlabel Loma Vista Records om diezelfde reden de samenwerking met de 52-jarige Manson stop te zetten. Ook raakte de excentrieke zanger een acteerklus kwijt en worden scènes uit de serie Amerikaan Gods geschrapt waarin Manson te zien is. Actrice Evan Rachel Wood, de ex-verloofde van de zanger, vertelde maandag op social media jarenlang door hem te zijn misbruikt. Ook andere vrouwen beschuldigen Manson van seksueel misbruik, onderdrukking en mishandeling. Manson liet op Instagram weten zich niet te herkennen in de verhalen. Mijn werk en leven zijn altijd magneten geweest voor controversie, maar de recente beschuldigingen aan mijn adres zijn ernstige vervormingen van de waarheid. De intieme relaties die ik heb gehad, waren altijd wederzijds. Het feit dat anderen er nu voor kiezen om het verleden te verdraaien, en waarom, doet niets af aan dat dit de waarheid is. Buzzelets blokkades.